Hey allemaal, en leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. Ik ga vandaag een lookalikes video opnemen. Of hoe je het ook uitspreekt, lookalike. Lookalikes, maakt niet uit. Ik ga het lookje van Femke Louise namaken. Dat is dan van On My Money, dat doe ik met dit lookje. De schoenen staan er niet bij, alleen ik heb wel al gewoon op haar via videoclip van On My Money de schoenen opgezocht en zo. Ik weet denk wel welke ik bij ga matchen. Dus dat is het lookje en ik heb ook make-up gekozen. Alleen ja, het is niet echt mooi of zo, maar. Wel iets wat ongeveer erbij past. Dus die doe ik dan even aan. Of ja, boeien. Ik ga alleen even kijken welke het ook weer was. Want ze heeft bruine ogen. En die had ik al gekocht. Dus ik ga even kijken welke bruine ik had. Volgens mij deze. Ja, deze bruine ogen deed ik erbij. En die moet ik even weg. Kan er zo? Ja, oké. Okay. Ik zat even te twijfelen. Dus deze en deze. Maar volgens mij heeft ze meer dit. Maar ik vind dit eigenlijk mooier. Nou ja, ga denk ik gewoon, dat is even heel donker, maar dit is dan niet mooi, ik heb niet goed gekleurd, dus ik doe deze. Dus, sorry, ik had hem even gepauzeerd, want zijn mama kwam thuis en ja, je moest nog een en ander wat vertellen. Maar ik had hem even op de pauze gezet, maar ik denk dat dit ongeveer het ja, gezicht van Femke wel is, op die, ja, in die videoclip, dus ik doe dit. Die lip past er wel bij, denk ik. Nou ga ik verder met het lookje, dus ik ga even naar de shop. En ja. Oké. Okay. Nou, mijn telefoon viel op mijn kant. Even kijken. Dit wordt waarschijnlijk wel een lange video, omdat ik weer sloom ben. En ja, MSP is ook sloom, dus. Goeie match! Doe even alles uit, makkelijker. En heel veel mensen gooien haat op Femke Louise. Ik vind dat sommige liedjes wel een beetje raar zijn, maar ja. Ik vind dat ze het best goed doet. Ik heb ook alles even op mijn telefoon opgezocht. Van welke pagina's, anders ben ik 5 jaar bezig met deze video. En het haar vind ik op ja, rij 45. Dus even tot 45. En dan heb ik het haar met die vlechtjes gekozen. Die invlechten of opvlechten, hoe je het ook wil noemen. Dus ja. En die doe ik dan deze kleur, dat zeg maar het uitgroei, doe ik in bruin. En deze doe ik in deze kleur. Dus dan heb je wel, ik weet eigenlijk helemaal niet hoe ik die haren moet matchen. Want het is een beetje, ja, oranje blond. En die heb je niet echt, volgens mij. Maar ik vind dit wel leuk, dus ik doe dit. En het topje. Of nee, ik heb trouwens oorbellen erbij gematcht. En die heeft ze niet in, maar die heeft ze wel vaak in. Dat zijn van die, ja, van die ringen. Dus dan ga je naar accessoires. En dan ga je naar juwelen en brillen. En dan staat hij als het goed is op pagina 2. Oh ja, ja, dat was hij al. Ik ging met de weg. Wow. En dan had ik ze in goud gedaan. En dan gaan we nou naar de ketting, die had ik ook. Oh, ook hier trouwens. Rij 25. Even kijken hoe we tot. Oh ja. Nog eentje. En dan had ik deze ketting uitgekozen, want ze heeft een ketting. Een gouden ketting. En ja, dan vond ik deze wel goed bij matchen, dus ik heb die gekozen. En ik ben VIP, dus ik kan wel alles kopen. Alleen als je non-VIP bent en je wilt het lookje kopen, dan kun je. Kun je er gewoon zelf iets bij verzinnen. Want ja. Anders dan. Shit, ik klik mezelf. Oh nee, dat is niet. Ik praat wel niet meer zo. Het komt niet in mijn woorden. Zo, denk ik. Ja. En dan het topje. En die staat gewoon. Ik denk dat ik bij t-shirts en tanktops moet kijken. En dan naar rij 14. Ah, dan kan ik net zo goed hierop klikken. Dan gaat het makkelijk. Oh ja, nou hoef ik er maar eentje. En dan had ik voor dit topje gekozen. Ik wou deze, maar minder geld. Maar ja, dan kreeg je deze dingen. Zag je die dingen erbij. Dus dat was niet mooi. Even kijken. Ik denk dat dit. Volgens mij deze kleur toch? Die past er dan. Ja, deze past er dan het beste bij. En volgens mij heeft zij hier trouwens een soort van. Ja, ja, hoe zeg je dat? Zo'n soort van zwem. Hoe heet dat ook weer? Ja. Zo'n heel geheel wat je dan over je broek kan doen, maar ik weet het niet. Ik doe al gewoon het topje, want ik kan dat ding niet
in mijn broek doen, zeg maar. Op dit spel. En dan gaan we naar broekje rij 2. En die is nu niet zo heel oud, het broekje is gewoon dit broekje. En die doe ik deze kleur. Dat vond ik dan die het nog het beste bij matchen. Dus heeft hij wel een beetje van die figuurtjes erop en streepjes erop. Dus ik vond die wel grappig. Om erbij te doen, die zit wel een tongetje en zo. Maar hier wel die streepjes en die sterretjes. Dus ja, maar nee, ik doe die. En dan het, de schoenen op rij 6. Even kijken, wat was er dan? Een sportschoenen gegaan? Volgens mij een sportschoenen, maar dat weet ik niet zeker. Dus ik ga gewoon kijken of die hier staat. En anders gewoon bij alle schoenen en dan rij 6. Maar ja, I don't know. Doe maar wat. 5 en dan de laatste pagina. 6. Welke had ik weer aangeklikt? Zijn er niet deze? Volgens mij had ik deze. Dit had ik wit. Ik moet even nog denken hoor. Dit. Shit, ik weet niet meer welke kleur ik het had. Oh, deze is zwart trouwens. En dan dit ook zwart of zo. En dan, ja, dit zo. Volgens mij had ik ze zo. Oké, ik had ze zo. En dan moet ik mijn telefoon ontgrendelen, want ik heb weer dat ding is uitgevallen. Ik heb alles opgeslagen in mijn notities. Dat is lekker handig allemaal. En waarom doet die ding het niet? Huh? Oh mijn god, hij gaat niet. Ik zweer het. What the fuck is dit? Mijn telefoon tript hem helemaal. Als ik nou een camera had, had ik het aan jullie laten zien. Maar ja, ik ga hem op stop zetten, want het ding is echt aan het trippen nu. Oké, sorry. Mijn home button deed niet. Ik had het nog. Dat is een rare iPhone, maar ja. Sokken. En die had ik bij. Wat had ik die ook weer bij? Lekker man. Volgens mij gewoon bij alle accessoires of zo. Ik heb echt geen, ja, rij 32. Want bij sokken had ik niet, die schoenen kreeg ik niet, die sokken kreeg ik niet bij de schoenen gevonden. Dus ik denk dat die dan hier rechts bestaat. Gewoon naar rij 32 en kijken of die hier staat. Ja, oké, okay, hier staan ze. Deze sok had ik gedaan. Dus dan kijk, heeft ze sokken tot aan de knieën. En ja, dan vond ik deze wel leuk bij. Dus ik heb die gedaan. En ik weet niet of ik deze nog een rode doe. Ja, volgens mij is die gewoon zo. Volgens mij verschilt het helemaal niks. Een beetje, maar ik doe die. En dan het armbandje rij 4. Oh, waarom heb ik die? Heb ik die bril al geklikt? Maar even kijken. Armbandje, oh ja, bij juwelen en brillen. Even kijken, nog rij 4. 2. Ik heb het allemaal verkeerd opgeschreven. Goed bezig, want ze heeft volgens mij een armbandje. Ja, hier heeft ze een armbandje, maar daar zie je wel in. Maar ja, die vond ik wel leuk bij. En nee, daar moet ik niet op klikken. En volgens mij is zo het lookje af. Dus ik ga even kijken of ik alles heb. Kan ik dit verplaatsen? Volgens mij is zo wel, want ze heeft niks op de hoofd. Ja, dit vind ik leuk. Dus die mag, nou, wegwezen. En ik koop gewoon dit hele lookje. Het is wel duur, maar ja, maar niet uit. Het is altijd, alles is duur op dit spel. Afzetters. Oké, ik ga even dit lookje opslaan. En ja, dan zie ik jullie zo wel terug. Ik heb het lookje nu af. En ik heb de oorbellen toch niet erbij gedaan. Want ja, anders konden die lange wimpers niet erbij. En die vind ik toch iets leuker. En eigenlijk horen die oorbellen er niet eens bij het lookje van Oma Moni. Dus ik doe het gewoon zo. En weet je wat nou opvalt? Ik heb deze in het geel gedaan. Of ja, het moet goud zijn, maar het is geel. En deze heb ik oranje gedaan, maar die moest eigenlijk ook gewoon geel. Dus oeps, maar maakt niet uit. Maakt niet uit. Ik ga even dat lookje opslaan. Oh, diep eens. Look. Zo, doe ik gewoon zo. Ja. En dan ga ik hem ook dragen. Want ja. Iedereen laten zien hoe fancy we zijn. Gewoon toevoegen aan waardering. Oké. Oh, traagheid. Oh shit, waarschijnlijk kennen allemaal haat. Nee, grapje. Oké, ik ga deze video afsluiten. Vonden jullie deze video leuk? Geef dan een duimpje omhoog en ja, abonneer op mijn kanaal voor de nieuwe video's. Als je wilt dat ik het vaker doe, dan ja, laat maar weten. En je mag ook wel laten weten wie ik dan volgende keer moet namaken, zeg maar, welke lookjes erbij en zo. En ja, ik weet nog niet, ik ga het zeker vaker doen, ik vind het echt wel grappig. Alleen ik weet nog niet of ik het, zeg maar, ja,
elke week doe of om de week of I don't know. Maar dan moeten jullie maar over beslissen of zo. Want ja, ik vind het wel grappig om te doen. Nou, dan heb ik nog één ding te zeggen en dat is doei! Geef een duim, doe een duimpje omhoog op deze video als je deze leuk vindt. Dat had ik net trouwens al gezegd. Oh mijn god. Oké, doei!